ID Logistics is een logistiek dienstverlener, grote internationale speler, puur gericht op de warehousing. We zijn nu in Etten-Leur, in ons nieuwe magazijn, waar wij twee warehouse operaties voor mediamarkt opgestart hebben. Aan de ene kant het e-commerce warehouse, waar alle online bestellingen verwerkt worden. En aan de andere kant een centraal warehouse voor alle leveringen naar de winkels toe. Op het hele assortiment en op de webshop is het zo, als je producten tot 12 uur 's avonds bestelt, kun je die de volgende dag geleverd krijgen. En dat betekent dat wij om 12 uur 's avonds nog orders binnenkrijgen die we binnen een hele korte termijn moeten pikken, verpakken en kunnen versturen naar de grote vervoerders toe, die dat in de nacht moeten verwerken. Ja, we kregen de vraag om mee te denken in een oplossing om een transportsysteem en een sorteersysteem te gaan implementeren voor deze operatie. Wij kenden Actemium al vanuit eerdere projecten waarmee we samengewerkt hebben. En dit project was wel bijzonder in de vorm van we hebben transportbewegingen nodig, horizontaal en verticaal. En we willen dat laten combineren, aansluiten op andere technieken. Dat houdt in dat er vanuit een order-pick-gebied kratten getransporteerd moet worden naar een pakgebied. En vanuit het pakgebied worden dozen uitgesorteerd om uiteindelijk op transport gezet te kunnen worden. Dus we hebben verschillende opties aangeboden gekregen. We kunnen het heel uitgebreid, heel duur, heel luxe doen. Maar uiteindelijk willen we gewoon een goede, kosteneffectieve oplossing hebben. En daarin zijn ze op alle momenten goed meegegaan. Niet alleen technisch en qua capaciteit, maar zeker ook qua layout. De mensen moeten ermee kunnen werken. Dus waar we het simpel konden houden, hebben we het simpel gehouden. En daarmee wel heel erg degelijk. Als ik kijk naar het proces van vraag tot opdracht, dan is daar met name de uitdaging om de klant mee te nemen in de wereld van de mogelijkheden. Zij hebben dit natuurlijk al veel vaker gedaan op verschillende andere projecten en daar hebben we heel goed gebruik van gemaakt. Heel belangrijk is de aanwezigheid in de hele lifecycle van een project als logistieke automatiseerder, van advies tot en met het onderhoud. Dat is een challenge ook echt in de vorm van heb je dit nu nodig of heb je dit straks nodig en kun je dit ook op een andere, slimmere manier waarmaken. Het was wel van belang dat het voor Black Friday operationeel zou zijn. Dat is ook allemaal gelukt. Het heeft ook de toets doorstaan. Het systeem heeft probleemloos gedraaid tijdens Black Friday. Ik heb mijn collega's niet horen klagen dat de automatisering het niet aankon. Of dat er niet voldoende of dat er storingen waren. Als ik het project in een paar woorden mag samenvatten, dan denk ik dat we dit project samen aangevlogen hebben, samen uitgevoerd hebben en uiteindelijk ook gedaan hebben wat we bedacht hebben. Nou, de oplossing is erop gericht om de mensen te ondersteunen en om het makkelijk te maken voor de mensen. En dat is goed gelukt.